Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Het liefst richting Friesland. Ik heb een briefje voor ze. Oh, dit is best wel spannend hoor. Gassen dan! Het is helemaal niet slim. Mag ik meerijden? Hé jongens, jullie laten me achter. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Oh, ja, daar heb je hem niet ontsnapt! Daar zit hij! Wie blijft er uit handen van Team Stuk? Lekker jongen! Jachtseizoen! Dit is het jachtseizoen. Zitten. Hi boys. Zo. Sylvana. Giel. Dus jij denkt dat je van ons kan winnen? Ja. Luister. We openen zo meteen de deuren van jouw cel. En dan mag je een poging wagen om te gaan ontsnappen. Je krijgt van ons 20 minuten voorsprong en daarna komen wij direct in actie. Je krijgt van ons ook een GPS-trekker mee en die stuurt om de 10 minuten exact jouw locatie naar ons door. Lukt het jou 4 uur lang uit onze handen te blijven, dan staken wij de jacht en ben je op vrije voeten. Maar lukt dat niet en we pakken je, dan ga je meteen terug de cel. Is dat duidelijk? Zeker. Zo. Denk je echt dat je mij kan pakken? Dat zei je vader vannacht ook. Als ik jou was, zou ik dat knoopje maar dichtmaken. Dan ga je de wedstrijd niet meer winnen. Jullie zijn toch ook met z'n drieën? Ik ga je zo meteen terugbrengen naar je cel. En zodra we op deze knop drukken, start het spel. Succes, Moppie. Dank je, Popje. Staan. Heb je zo geen zin in? Schiet op. Doeg. Nice. Lopen. Vandaag neemt Team Stuk het op tegen misdumpertreten Sylvana IJsselmuiden. Deze schone Friezin heeft niet alleen maar verstand van grappige internetfilmpjes. Ze weet als presentatrice van de Autobaan F1-show ook alles van snelle auto's. Gaat ze voldoende mannen met snelle bolides vinden tijdens haar vluchtpoging? We starten vanuit Fort Sabina, in het westen van Brabant. Na de ontsnapping vanuit haar cel moet Sylvana proberen om 4 uur lang uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Jongens, vandaag spelen we tegen Sylvana IJsselmuiden. Hoeveel reten geven we haar? 5 reten. Ja, 5 reten. 5 reten. Ze kunnen mij onderschatten, omdat ik natuurlijk wel een vrouw ben. We zijn met z'n drieën, ik ben alleen. Maar ja, onderschatting is de grootste vijand, dus bring it on, boys. Ze is ook nog eens een echte raceliefhebber. Ja. Zal ze een lift krijgen van een racecoureur? Haar vriendje is een coureur. Ah. Nou, ik heb sowieso een hele dikke vette bak geregeld als startauto. Mijn vriend is coureur, die zit daarin. Dus ja, ik heb natuurlijk al een vette voorsprong. Sylvana mag dan wel een goede voorsprong hebben geregeld. Ze draagt een GPS-trekker, die iedere 10 minuten haar locatie doorgeeft aan Team Stuk. Deze achtervolgers mogen na 20 minuten de jacht openen. In hun snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Sylvana beschikt over niets. Ze heeft ook geen geld of telefoon op zak. Maar deze dame heeft natuurlijk alleen maar haar charmes nodig om weg te komen. Geen één man laat haar staan als zij in een oranje pak langs de weg staat te liften. Dat is in ieder geval 2 pluspunten voor haar. Ja, sowieso. Precies. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, moet ik zeggen. Ik doe wel een beetje stoer en bluf me er wel doorheen. Maar stiekem vind ik het wel een beetje spannend. We zitten op de grens van Brabant en Zeeland. Veel water, veel bruggen. En hier in de buurt van dit fort is gewoon niet zo erg veel. Ik hoop niet dat ik heel erg lang sta te wachten op een lift. Ik wil gewoon zoveel mogelijk blijven bewegen. Waar Sylvana ook naartoe beweegt, ze moet zich wel aan enkele regels houden. Ze mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En ze mag niet langer dan 20 minuten achter elkaar in hetzelfde voertuig zitten. Maar Sylvana denkt dat de jongens vrij makkelijk afgeleid zullen zijn. Dus ik vind het wel popje. Dus ik bedoel, als Thomas achter het stuur zit en hij ziet een lekker wijf, dan is de focus snel weg. Heel eerlijk, ik zou haar wel graag willen pakken. Toe, jij ook? Ja, uiteraard. Nou jongens, ik wens jullie heel veel succes. Ik denk dat jullie het nodig zullen hebben. En tot over 4 uur, hè. Doei, popjes. We geven haar 2 uur en dan zit ze gewoon weer terug in die cel. Ja. Nou, helemaal goed. Het is Tiet. Let's go.
Sylvana is ontsnapt. En net buiten het fort staat haar vriendje Stijn, met ontsnappingsauto en al, erop te wachten. Oké, top. Goed, ik heb dus een best wel lijp idee. Ik ga dus deze band leeg laten lopen. 3, 2, 1, prima. Zo. Ik heb een briefje voor ze en ik heb een pomp. Ik bedoel, dat is misschien wel lief. Oké, gefixt. Band is leeg. Beetje hetzelfde als een biertje zonder alcohol. Best is eruit. We gaan in de auto. Oh, dit is best wel spannend hoor. De eerste auto is gefixt. Dikke vette Audi RS5. Met mijn vriendje als coureur. Nou, goed chillen start. Het begin van deze ontsnappingspoging heeft vriendje Stijn al helemaal uitgestippeld. We gaan richting Barendrecht nu. Barendrecht, wat? Barendrecht. Volgens mij hebben ze het expres omgedaan, want ze hebben me helemaal in het zuiden neergezet. En ik ben echt als een kind in de supermarkt in het noorden, dus het wordt even lastig. Maar we gaan nu naar de McDonald's en ik denk dat daar genoeg mensen zijn die en StukTV kennen en die mij misschien wel willen helpen. Dat is ook een beetje mijn tactiek, gewoon naar zoveel mogelijk openbare plekken toe. Wist je, cameraman, dat heel veel mensen altijd vet veel respect voor jou hebben, omdat je er continu achterna rent? Ja. Ik heb ook fucking veel respect voor jou. Hey. Niet te veel flirten met onze cameraman, Sylvana. Dan gaat die GPS-trekker echt niet voor je stop zetten, hoor. Oh, nu word ik weer zenuwachtig, jongen. Oh, ik heb echt zo'n kriebeltje in mijn buik. Sylvana, haar eerste GPS-locatie, is verstuurd naar Team Stuk. De jongens moeten nog 10 minuten op de startlocatie wachten voordat ze de jacht mogen openen. Maar kunnen wel alvast zien waar hun ontsnapte boef zich nu bevindt. En ze zit Oud-Beierland op de snelweg natuurlijk. Bij de brug, dat is niet heel ver hiervan. Dus richting Rotterdam aan het gaan. Was te verwachten. Aardig tempootje hoor, hé. Holy shit. Ja. Nou, laten wij lekker naar de bus gaan. Ik ga nog even niet wat uitzichten. Nee, ik ga lekker naar de bus. De jongens begeven zich richting de bus, waar ze waarschijnlijk snel de verrassing van Sylvana zullen aantreffen. En deze ontsnapte dame heeft nog meer cadeautjes in haar ontsnappingsauto liggen. De mensen die mij allemaal gaan helpen, dat is ontzettend lief. En dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Dus ik heb een klein cadeautje voor ze meegenomen. Ik heb een gelukspoppetje. Die kun je dan bij je dragen, want die brengt geluk. En een chocolaatje. Team Stuk hoopt zo dadelijk snel te kunnen vertrekken. Ik rij. Hey jongens. Huh? Ik heb een briefje. Oh, heeft ze een lief briefje achtergelaten? Lieve mannen, lege banden is een beetje als een BH aan de waslijn. Het beste is eruit. Maar omdat ik jullie wel lief vind, hier een pomp. Dat kan toch helemaal niet? PS, er moet ongeveer 2,5 bar aan druk in de band. Chappies. Nee, even serieus. Dit mag helemaal niet. Fucking hell. Ja, dit vind ik echt niet. Dit vind ik niet eens grappig. Ja, de band is leeg, man. Kijk hier. De band is lek. Ik ben wel benieuwd of die banden een beetje hebben kunnen oppompen. Ik zou Thomas laten doen, die is het beste in pompen. In dit, jongens. Wat een kut begin. 2,5 bar, hè, jongens. Wat is dit voor grap? Dit mag toch helemaal niet? Ja, ik ben wel blij dat dit nog voor het 20 minuten moment dat we dit zien. Maar schiet even op. Dit kan lang duren, of niet? Dit gaat heel lang duren. Sylvana hoeft zich voorlopig nog niet druk te maken. Maar ze hoopt wel dat de dumpertkijkers er vandaag zullen gaan helpen. Ik hoop dat de reageerders van hun zolderkamer af zijn gekomen om mij te helpen. En dat ze me dan heel ver brengen. Dat ze me niet meteen direct naar hun zolderkamer brengen. Dat zou wel tof zijn als mensen je kennen van wat je doet. Want dan heb je toch een beetje een voorsprong. En daar gaan we direct achter komen. Want 20 minuten in dit voertuig zitten erop. En dit boefje zal op zoek moeten naar een nieuwe lift. Oké, okay, pomp, voorzichtig. Heel erg bedankt. Gas erop. Love you. Yo, succes. Hi. Mag ik je wat vragen, hè? Nee. Oké, top. Ja, hi, gaan jullie rijden? Rijden? Ja, gaan jullie weg? Nee. Kut. Thanks. Oké. Boys, ja. We zijn er al 20 minuten voorbij. We mogen nu beginnen. Nee. Go jongens, hup, ding uit. Het slaat nergens op. Dit mag niet. Dit gaat in de spelregels vanaf nu. Oké, let's go jongens. Go, tempo. Niks te verliezen. Go. Hup. Kom op, boeien. We gaan gewoon. Ik gun nou ook wel een extra voorsprong. We gaan het toch snel pakken. Ja, ik hoop het. Ze heeft nu een voorsprong van 28 minuten. Nou jongens, goed begin. Applausje voor jezelf. En Giel denkt dat dit een moeilijke boef gaat worden. Ze is bekend van Dumpert. Heel veel mannen die kijken dat. En als zij maar alleen maar zo doet, joehoe, dan staan er 100 auto's te wachten. En ze kan naar Friesland, ze kan naar Limburg, ze kan overal naartoe. Dat moet nog maar blijken, want Sylvana heeft nog steeds geen nieuwe lift te pakken. Ga je weg? Jazeker. Waar ga je heen? Ik ga naar huis. Mag ik met je mee rijden, een stuk, 20 minuten? Waar moet je heen dan? Het liefst richting Noorden, Rotterdam. Oké, yes! Kom hier, bedankt. Echt heel fijn. Oké, we gaan richting Hoogvliet, ja? Jongen, it's your stage. Gaan we een match van de gang. Ken je? Tuurlijk. Nice!
Sylvana is op weg naar Hoogvliet. Maar bij haar achtervolgers wil het nog niet echt opschieten. Ah, file. Die brug staat weer open. De brug staat open. Nee. Ja. Wow. Zij heeft al net mazzel gehad. Hè? Is er net daarvoor de brug over gegaan. Oh. En dit geeft de boys mooi wat tijd voor een paar kiekjes op social media. Even lekker fotootje maken. Komt-ie, lachen. Vet joh, kijk, alles staat erop. Helemaal top. Ja, dat is met die wide-hook lens. Daar past jouw ego er ook op. Nice. Ik denk dat ze richting het noorden gaat. Richting Gouda, Utrecht. Dat denk ik ook. Sylvana wil zeker richting het noorden. Maar daarvoor moet ze het spelletje nog wel even aan haar helper uitleggen. Hoe worden jullie dan gezocht nu? Ik heb een GPS-tracker bij me. En ze krijgen om de 10 minuten krijgen ze mijn locatie door. Ik moet ook best wel bewust keuzes maken waar ik heen ga. Dus ik wil eigenlijk zo ver mogelijk gewoon richting Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Het liefst richting Friesland. Maar ik zie het wel. Ik vind het altijd gek dat ik met jou mee kan rijden. En dat dit is top. Ik zie een nieuwe locatie. Ze is naar het westen. Ja, laten we voorlopig even achteraan rijden. Want zij gaat zo, denk ik, hè? Kunnen wij niet via het oosten om Rotterdam heen gaan, jongen? Ja, ik ga eens even kijken. Because I think that's faster, hè, jongens? Dat wij richting Gouda gaan, of wat? Ja. Ja, laten we dat doen. Het ontsnapte boefje is aan het bedenken waar ze het beste kan worden afgezet. Zetten jullie bij metrostation dan? Ja, dat is best wel openbaar, toch? Ja, hier is ook een Mackie. Hoe lang hebben we nog? Oh nee, ga maar door. Want je hebt de tempo er lekker in, Stefan. Gaat goed, ga steady. Eigenlijk wel gek dat ze eerst deze kant op gaat. Dan weet ik dat ook, want ze had die afslag al genomen. Maar ja, ze heeft gewoon een willekeurige lift gepakt. En deze willekeurige rit komt bijna ten einde. Maar Sylvana is niet van plan om bij dit metrostation op het openbaar vervoer te springen. Lang leven het openbaar vervoer. Je kan nog beter lopen, want het scheelt geen ene moer. Verder heb ik er geen hekel aan. Maar ik heb wat afleveringen teruggezien. En het is gewoon niet tactisch. We kunnen altijd berekenen waar ik ben. Sylvana wil dus het liefst snelle bolides. Ja, maar die moeten er dan natuurlijk wel zijn. Nee, waar zijn die auto's dan? Echt, nee, ik moet we kunnen ook naar winkelcentrum. Dat is ook, misschien is dat een beter idee. Opschieten, Sylvana. Je mag nog maar 2 minuten in deze auto zitten. Steve, ik ga zo meteen heel gemeen meteen door. Maar ik waardeer het enorm. Ik heb ook een kleinigheidje voor je. Ik heb een gelukspoppetje en een stukje chocola. Thanks. Doet je plan. Wow, ik krijg het diep. Oeh, ze zit. Ze is vanzelf weg. Waar zit ze? Wat is dat voor gebouw? Ze zit bij Hoogvliet Rotterdam. Oké, je moet al. Ben jij nou vergeten? Hoogvliet. Hoogvliet Rotterdam. Ja, ik zag je mensen. Ga je er echt naartoe rijden? Nee. Ja? 14 minuutjes, waar exact ze nu staat. Staat bij een supermarkt, ouwe. Hè? Nou jongens, nu gaan we hem inhalen. Waar gaat hij heen? Utrecht. Mag ik met die meerijden? Oh ja, wat moet je doen dan? 20 minuten, ik ben op de vlucht voor 3 hele gevaarlijke mannen. Ik ben ook gevaarlijk hoor. Maar dan is er dus bij iemand in eruit gestapt die zei, ja, ik moet boodschappen doen. Ja, maar die ging dan van de fastfoodketen naar de supermarkt. Ja, die zat gewoon trek. Sylvana gooit ondertussen al haar charmes in de strijd. Ik heb een beetje haast voor dat ja, kom, ga rijden. Yes, wat is uw naam? Anton. Thanks, Anton. Later, Anton, ouwe fix weer. Zo, maar ik mag maar 20 minuten in de auto. Ja? Ja. En dan moet je weer uitvliegen. Dan moet ik eruit. Dus het liefst bij een openbare plek. Oké, met Anton richting Utrecht dus. Anton, ken je dat nummer? Ik ben zo schön, ja. Ik ben zo tol. Ja, zeker. Nice. Terwijl Sylvana alle klassieke après-ski-hits met Anton doorneemt, spreken de jongens af dat er vandaag 2 verboden onderwerpen zijn. Ik ga het niet over de titel van Sylvana hebben. Ik wil 1 ding, dat ze haar pakken. Het heeft niks met haar titel te maken. Nee. Waarom zouden wij het over haar borsten gaan hebben? Ja, weet je, dat zou toch onnodig zijn? Zijn we weer natuurlijk van die seksisten die zeggen, oh, zie je wel, jullie kijken alleen maar naar de borsten. Ja, dat zo zijn we niet. We kijken niet alleen naar borsten, wij kijken echt naar de inhoud. Nee. Anton kijkt ook veel liever naar de inhoud. Ik ben ook een uitvinder. Ik heb het groenste idee van Nederland. Nee joh! Ja, dat ligt nu wereldwijd. Heb jij gewonnen met dat programma? Ja. Nee joh, we zitten naast Anton, ja. Van het beste idee van Nederland. Sylvana, weet je wat ook een goed idee zou zijn? Beetje tempo maken. Ze zit hier op de hielen. Kunnen we daar wel eens een keer gaan kruisen dan? Ja, we kunnen wel even een gokje wagen. We kunnen ook gewoon iets goed daar eraf gaan. Of is die A4 op? De A4 op? Ja, kijk, zij staat daar. Ja, ja. Zij gaat waarschijnlijk lift pakken. Nou, is de kans groot dat ze de A4 op gaat, ja. Toch? Maar ze kan ook terug de A15 op natuurlijk. Zit op schema? Anton, het is te gek. We zitten helemaal op schema. Nou, lekker even lekker op de snelweg blijven. Kijk, over 2 minuutjes weer een nieuwe locatie. We gaan nu door de tunnel, weet je. Nou, Sylvana, waar heb je jezelf gedumpt? Nou, ze rijdt op dit moment aan de andere kant van deze tunnel. Oh, hier raken ze de signalen kwijt, hè? Ik hoop dat het piep nu gaat. Dat zou het gek zijn. Ja. En wanneer Team Stuk net de tunnel verlaat... Krijg je over 14 seconden een nieuwe locatie, dus ik draai maar vast, ja? Ja, bij de tankshop kan je hem draaien. Oh, ze komt ons tegemoet! Lekker, joh! Lekker! Dat is nou een stukje maand! Lekker!
Je zit in die tunnel waar we net heen reden. Moet ik hier draaien? Ja, hier kan je draaien. Ja, hier kan je draaien. Ze zit gewoon draaien. Achter ons. Ik mag je draaien. Gas. Je moet die snelgop en dan langzamer gaan rijden. Dan haalt ze ons in. Oh, dat is leuk. Dit wordt leuk. Jongens, leuk. Ik vind het fijn. We hebben er niet over haar borsten. Enough with the tits. Oh, sorry. Focus. Sylvana is zich van geen kwaad bewust. Maar ze is wel een beetje gespannen. Ja, ik ben... Hyper is ze. Ja, ik ben altijd een beetje hyper, ja hè? Ja. Nou, nu ben ik van mezelf ook wel altijd een beetje... Maar ze is de hele leven al bang voor mannen, hoor. Nee, Anton. Nee, ik ben vol vertrouwen bij jou in de auto gestapt. Ik denk dat ik gewoon de komende 4 uur altijd nog een beetje een klein stressje zou ervaren. Ja, dan moet je wel eerst die 4 uur zien te halen, Sylvana. Over 10 minuten krijgt zij te horen wat de afstand is. Hij schikt zich helemaal het lablazen. Ja, we zitten echt dichtbij. Wat een lekker gokjes. Ja, maar dat is ook fijn, jongens. Ik heb vandaag nog even een etentje bij mijn moeder. Ik moet nog even bij mijn vader langs. Ik moet nog andere kleren kopen. Ik moet naar de kapper. Ik moet nog een... Ik wil vanavond nog even dubbedreten kijken. Ja, 5 reet als we de pakken, toch? Ik moet eigenlijk zo meteen naar een openbare plek. Ja, je zit hier midden in het centrum, hè? Ja. Dus ik wil gewoon naar een plek waar veel auto's zijn, dat ik kan overstappen. Benzinepomp? Benzinepomp is prima. Het lijkt erop dat de boys ook even langs een benzinepomp moeten. Want er begint een lampje te branden. Oh jongens, breng de banden op spanning en reset. Nee, je lul. Moeten we die banden oppompen? Maak je een grapje of niet? Nee, ik maak je maakt wel een grapje. Nee, ik maak echt geen grapje. Doorrijden met een lege band is te veel risico. De boys moeten een pitstop maken. Hoe kut het ook is, jongens. Je gaat nu die band nog oppompen. Misschien zit ze wel voor ons. 10 seconden. We hebben hier locatie. Ja, rij gewoon door naar die pomp. Dus links aanhouden kan je er heel snel weer op draaien. Ze zijn naar rechts gegaan. Ze zijn naar rechts gegaan. Oké, je moet zo keren. Fuck. Het eerste uur is voorbij. En Sylvana ontvangt de afstand tot haar achtervolgers op haar smartwatch. 14 kilometer van me verwijderd? Dat is niet ver. Nee. Oh, fuck. Dat is helemaal niet ver. Nou, ik had echt ingezet op 30 kilometer of zo. Onze kudo-topper heeft geluk. Want Team Stuk is nog wel even zoet. Lucht. Jongens, sorry. Het spijt me. Ik heb even een klein pauzetje. We hebben hem dus niet goed opgeblazen, jongens. Hebben we nog klein geld? Jezus, het moet gepast. Thomas snel naar het tankstation om geld te wisselen. Hier eruit, Anton? Ik ga hier uit. Oké, over de weg. Topper, dankjewel. Doei. Oké, ik heb 50 cent, Top. Lekker pik. Boom. Ja, ventiel los. Mag ik meerijden, 20 minuten? Klein stukjes, prima. Dag. Nieuwe auto. Nou, we doen heel voorzichtig. 3,6 zegt. Misschien zijn die andere banden, Giel. We moeten echt door. Ja, weet ik. Nou, go. Doe die volgende ook. Ja, deze, ik geloof het wel. Krachtig. Ja. Kom. Ja, we gaan ervan uit dat het goed is, ja? Let's go, tempo. Zo. De banden zijn vol en de boys kunnen spoedig weer vertrekken. Sylvana moet nog even haar nieuwe lift instrueren. Ik ben op de vlucht voor 3 jongens. Stuk TV. Ik weet niet of jullie er wel eens van heeft gehoord. Ze zitten 14 kilometer bij mij vandaan. Ik denk inmiddels 12 kilometer. Dus ik weet niet waar jullie naartoe gaan, maar... Capella. Als het kan, zou ik 20 minuten... Bij hem in de auto willen zitten, lukt dat? Een kwartiertje te gek. Kom op, tempo. We gaan afsnijden. Ik ga weer een tweede gok wagen. Dan gaan we naar Gouda. We gaan bovenlangs naar Gouda. Ik hoop dat ze ook richting Gouda gaat. Welke kant op, jongens? Rechtdoor. Oké. Okay. Het is te hopen dat dit gokje goed uitpakt. We gaan goed gokken. We gaan echt goed. Over 1,7 kilometer rechtsaf richting Zoetermeer, Utrecht. Oké. Dan ga ik rechtsaf. Helemaal bueno. Ik wil eigenlijk gewoon vaart maken nu. Ja, dan is eigenlijk de enige optie toch richting Krimpen. Dan ga je water over, de IJssel, of richting Gouda. Maar ook Team Stuk zal keuzes moeten maken. Oh shit! Oh, maar het is ver weg. We kunnen niet naar Gouda blijven rijden, dat is niet slim. Nieuwekerk aan de IJssel, daar moeten we heen. Oh, maar ze staat niet meer op een weg. Nee, ze is weer een nieuwe lift aan het fixen. Gewoon bij een rijschool staat. Ik ga hier gewoon afzetten. Oh, jullie laten me achter. Hier zijn allemaal auto's, dus misschien kan hier... Met die vrachtwagen mee. Ja, onwijs succes, hè? Thanks! Oh, kut. Dit is helemaal niet slim. Misschien die oude mensen. Hi, maar mag ik meerijden toevallig? Ik moet zo ver mogelijk, 20 minuten. We gaan nu naar Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid? Nee, dat is niet slim. Dankjewel. Doeg! Team Stuk probeert de strategie van hun voortvluchtige te doorgronden. Je ziet aan haar patroon nu al dat ze eigenlijk, als je dus een snelweg hebt met de meest logische weg, dan kiest ze dus voor de weg waar wij dus eigenlijk niet snel voor zouden kiezen. Ja, ik denk dat ze niet echt kiest. Ik denk dat ze gewoon random instapt bij mensen. Dat denk ik ook, ja. Mag ik met jou meerijden? Waar naartoe? Ik moet naar Wermdussen. Waar is dat? Een nieuwe cap. Het is richting Krimpen en... Krimpen niet, nieuwe cap. Die kant. Krimpen is die kant. Oh nee, laat maar. Dankjewel. Hi, mag ik met u meerijden? Nee, ik moet hier boodschappen doen. Oké, ik ga toch met hem mee. Ik moet er zijn. Wacht. Mag ik toch meerijden?
Ik heb ook een cameraman, lukt dat? Ja, ja, ja. Hoi lieverd. Oh, hoi. Sorry jongen, dat is wel wat ineens hè. Ik heb een chocolaatje en een gelukspoppetje voor jou. Zo, die is omgekocht. Nu uitvogelen waar deze ritje brengt, Sylvana. Gaan we die kant op? Waar moet je? Die kant? Nee, ik moet niet. Nee, niet. Ik moet zo ver. Ik moet eigenlijk richting Krimpen, Zuid of Gouda. Ik wil gewoon richting Den Haag. Rustig aan, Sylvana. Team Stuk zit totaal niet op te letten. Moet je hier niet rechts? Je moet hier rechts, je moet hier rechts, je moet hier rechts. Ja, maar dan ga ik niet meer redden, jongens. Pik, je hebt zelf navigatie. Pik, ik heb hem toch niet aanstaan. Kijk, hij heeft toch... Ja, nu komt hij in beeld. Hey, is het nou mijn schuld of is het jouw schuld? Ja, ik dacht dat je ook navigatie had daar. Ja. Ja, jij zit ook niet op te letten. Jij, zit op ja, jij bent aan het navigeren. Ja. Jezus, jongens. Fuck, we hadden die afslag echt moeten hebben. Oké, maar misschien moet het zo zijn. Ja, misschien moet het zo zijn. Ja. Misschien zit het dan wel goed. En terwijl Team Stuk bij de volgende afslag de snelweg verlaat, is Sylvana haar chauffeur ervan overtuigd dat ze hartstikke veilig is. Nee, deze weg nemen ze nooit. Nee? Nee, ze moeten echt een GPS op je hebben om op deze weg te zijn. Dat hebben ze. Ze hebben een GPS. En nu zeg je mij? Zo zij weten waar jij bent. Om de 10 minuten. Oftewel, nu. Oh, ja, 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 go, zit er nog steeds. Zie je, het moest zo zijn. Steve, hou op! Het was natuurlijk. Ja, 11 minuten! Gassen dan! Ja, maar ik mag hier maar 80. Als je deze achterweg links neemt, kom je in Gouda. Maar waarom nemen we die niet? Werd al voorbij. Oh, lieverd. Oh, dat is heel lief van jou. Cool. Bedankt, Giel, dat je verkeerd bent gereden. Nee, bedankt dat ik niks zei. Dankjewel, Giel en Stefan, dat jullie alles niks zeiden en verkeerd reden. Dat vind ik fijn, Toon. Echt, zit er supergoed. Ik moet gewoon naar zo snel mogelijk naar een andere auto, dus wat is handig? Er is een hotel hier op Parkstation. Doe het hotel maar, want hier staat echt niks. Kijk, dit is de hotel. Maar er zijn geen mensen. Ze gaat dus naar die A20. I love it, ja, ja, ja. Ze kan ons tegemoet rijden hier. Komt ze deze kant ook echt op? Ja, waarschijnlijk. En ga er maar af. En dan, ja, dan gaan we op die twee rotondes heen rijden. Misschien zien we er. Ja, eens. Dus je zet me hier op de rotonde uit? Niet deze rotonde, andere rotonde. Waar het drukker is. Ja, let goed op, hè. Hier. Oh, nee, dat is... Nee. Oh, ja. Hier kan ze zo maar in zitten, jongens. Je hebt geen ander t-shirt. Als we je t-shirt aanzetten. Oh, wat lief. Yes, hé, hey, jongens, zit ze erin! Zit ze erin! Kom, kom, kom! Ze zit erin! Die witte bus, die witte bus! Tuur, andere kant, andere kantje, kijk! Het is zo luid voor ieder busje die ik zie. Oké, probeer dichtbij te blijven. Nee, hey, juist niet, want dan gaan we... Ze kunnen manoeuvres doen, jongens. Blijf lang te zien. Iets dichterbij, alsjeblieft. Oké, daar zet je me af. Ja, je kan mensen vragen en... Het is druk. Nu moeten we focus blijven. Yes. Kijk, Thomas, complimenten. Yes. Goed gedaan, Pik. Giel, ik heb goed gereden, man. Ik ben niet kwijt. Goede bochtjes gepakt. Hey, hou die bus in de gaten, want ze gaat zo meteen een afslag nemen. Geen sleutje gepakt. Ze gaat zo meteen een afslag nemen. Houd het in de gaten. Ga niet die kant terug. Als je die kant terug gaat, ga je terug naar Rotterdam. Welke kant? Ik moet richting Den Haag. Die kant. Die kant op. Ja. Oké, dus ik moet mensen aanhouden die deze kant op gaan. Oké. Okay. Ze gaat rechts. Dan gaat hij eruit. Ze gaat achter die vrachtwagen staan. We kunnen haar blokkeren. Nu kun je haar pakken. Wie kunt haar nu pakken? Ga er rustig achter staan. Dit is leuk. Dit is een leuk spelletje. Zal ik gewoon heel rustig heen lopen? Ik doe gewoon even kom golven. Pak haar. Je kunt haar nu pakken. Ik kan toch gewoon heel rustig heen lopen? Jongens, we kunnen haar nu pakken. Ik loop gewoon heel rustig heen, joh. Go, pak haar. Kijk, dit gaat iets pakken, bro. Ja! 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 Nee, dat ook! Ja! Flikker op! Zitten! Dit kan niet! Even zitten! Nee! Godver, ik ben nog maar een uur onderweg! Ja, schat! Oh, nee! Ja! Schatje! Hoe dan? Nee, hoe jij dit? Nou, dit was wel een behoorlijk makkelijke vangst, hè? Waar zijn je grapjes nou? Het is zo'n domper. Ik had er zoveel zin in. Ik dacht, oh, ik ga gewoon die 4 uur helemaal volmaken. En nu binnen fucking 1,5 uur. Ja, ik had echt niet... Nee, ik zag het gewoon niet aankomen. Ik vond dit wel makkelijk, 5 reten. Ja, toch? Ja. Deze komt sowieso tussen de toppers. Lekker bus hier. Nou, die jongens die vinden dit heerlijk. En ja, groot gelijk. Ze mogen, als het andersom was geweest, had ik hem ook geoond. Goed gedaan, jongens. Goed werk, jongens. Goed werk, collega. Goed gedaan. Goed inpakken, wegwezen. Nu word ik weer vastgebonden. Ja, die ook waarschijnlijk gezegd. Oh. Als je nog wel wat grapjes kan blijven maken. Doei! Ik heb nog nooit lopend een boef gevangen. Dat is echt...
Helaas, het is Sylvana niet gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Team Stuk. Na 1 uur en 27 minuten wist Stefan haar vluchtpoging te beëindigen. En daarmee belandt deze vrolijke blonde dame vooralsnog op de laatste plek van onze jachtseizoenranglijst. Wil jij nou thuis ook het jachtseizoen spelen? Download dan nu heel gauw onze app, het jachtseizoen. En laat ons in die app weten welke boef volgens jou de allerbeste boef is van de afgelopen seizoenen. En die boef, die krijgt van ons de beste boef award. Ja, fuck! Kut! Boom! De champ is hier! Maak daarmee een kans op een Samsung Galaxy S10 die je kan ophalen in jouw dichtstbijzijnde mediamarkt. Yes, ga het jachtseizoen spelen!